Ja, de nieuwe bussen zijn intussen bij het busstation, of niet intussen, zijn aangekomen bij het busstation Dedemsvaart. Morgen gaat de nieuwe dienstregeling starten en gaan ze voor het eerst de elektrische bussen, de Chinese bussen, inzetten in deze regio. Hoe zit de rit met de elektrische bus? Ja, leuk. Ja, en fijn. De wifi was fijn. En ja, het is allemaal heel anders. En het lijkt ook wel moderner. Je rijdt, je maakt vaak gebruik van het openbaar vervoer? Ja. Ja, dus dit was wel wat anders. De blauwe bus van Eerst is wel wat anders dan dit. Ja, dus je bent er wel blij mee? Ja. Oké. En hoe was de reis? Waar kwam je vandaan met de bus vandaag? Ik kwam vanuit Zwolle. Ja. En ja, ik ben hier uitgestapt bij het busstation. Dus het was een half uurtje onderweg. Oké. Ja, het was niet druk in de bussen, hè? Nee. Nee, dat was als enige. Ja, dus ruimte zat. Ja. Maar het comfort is een stuk beter dan de vorige bussen, zeg je. Ja. Ja, oké. Okay. Dus je bent wel van plan om nog verder te gaan reizen de komende tijd? Ja. Oké, okay. En je zou het wel aanmoedigen voor jonge mensen? Ja. Oké, okay, nou bedankt. Fijne dag nog. Ja, hetzelfde. Ja, tot ziens hoor. Dag. Goedemiddag. Paulien, u zit te wachten op de bus. Ik kom vanuit Zwolle, Isola Kliniek, ja? En ik moet nu naar Slagharen. Oké, okay, en ik ben even benieuwd, hoe was de beleving in de nieuwe bus? Nieuwe bus, heel prettig. Prettig? Ja. En, hoe is dat dan? Prettig? Er was ruimte, het zag er helemaal netjes uit, schoon netjes. Ruimte, genoeg ruimte, goede benen. Ruimte, ja. Stil. Heel stil. U reist geregeld met de bussen? Ik ben afhankelijk van het openbaar vervoer. Dus u kunt het vergelijken met de oude bus, zeg maar. Ja, en deze vond ik echt heel goed. Het voelde goed. Ja, heel zachtjes, rustig. Ja. Wat ik ook wil opmerken, dat is wifi-verkeer, internetaansluitingen zijnde. En er is een oplader voor de USB. Voor alles in plaats. Dus alles erop en eraan? Ja, alles erop en eraan. U bent van plan verder te gaan reizen met de bus? Ik zal wel moeten, maar ik doe het met plezier. Oké, okay, bedankt voor uw reactie en een goede reis naar Slagharen straks. Oké, okay, fijn, dank u wel. Dag. Kijken even hoe enthousiast mensen hier zijn. Met buschauffeur Hans de Oude. Hans, je bent al jarenlang chauffeur hier in Dedemsvaart. Hoe lang eigenlijk al? 38 jaar. Dus je hebt al met verschillende types bussen gereden? Ja. Ja. En ik ben begonnen met DVM. Ja, Drentse Vervoersmaatschappij. Ja. En toen was het DVM Noordwesthoek. Zijn we samen gaan met Noordwesthoek. Ja. En toen was het Veel. Toen was het Arriva. Toen was het Connection. En nu dan. Oké, okay, en je hebt die ontwikkeling gezien, de evolutie van de bussen, hè? Ja. Alle nieuwe dingen, alle snufjes erbij, nu voor het eerst elektrische bussen. Je hebt er al een proefrit mee gedaan? Ja, ja. En wat zijn je ervaringen, wat is je bevinding, wat is je ervaring? Gewoon heerlijk, het is net of je een beetje zweeft over de weg. Ze leggen ook veel vaster op de weg. Ja. Ze zijn ook veel zwaarder natuurlijk. Oké. Okay. Ze zijn zwaarder en merk je dat dat heeft... Komt door de accupakket. Ja, oh ja, tuurlijk. Ja. En merk je dat in het rijden of nee? Ja, oh ja. Ja ook. Ja. Ja. Bij deze bussen moet je ook meer sturen. Oké. Okay. Bij die andere gaat dat, ja... Hoe moet ik dat zeggen? Dat gaat wat makkelijker, maar bij deze moet je gewoon meer sturen. Heb je heb je een cursus moeten volgen om met die bussen te... Ja, we hebben een dag een cursus, zijn we weg geweest met de bussen. Dus, oké, okay, even een proefrit zeg maar. Ja. Oké, okay, ze zijn wel erg stil. Ik heb al mensen horen zeggen, ja, je moet wel goed uitkijken, want nu hoor je de bus niet meer aankomen. Ja, maar de meeste mensen nemen moord op, die horen dat sowieso niet. Nee, precies. Maar het is wel zo. Wij moeten er zelf ook rekening mee houden. Ja. Dat je voorzichtiger bij fietsers komt. Ik wil even weten, de nieuwe bussen zijn sinds een week aan het rijden. Je woont hier bij de bushalte aan de Magnolia. Er komen hier wat bussen voorbij. Stoppen ook. Merk je het verschil? Ja, ik merk zeker het verschil. Eerder stonden hier altijd dieselbussen te ronken een tijdje. Vlakbij het station of bij de halte. Ja.
En ik had er nooit problemen mee, mm-hmm. maar nu dat er elektrische bussen rijden, vind ik het toch wel geweldig dat ze er zijn. Het is een stuk stiller geworden. Ja, het is echt een stuk stiller. Ik merk het eigenlijk niet als ze stilstaan of als ze voorbij rijden. Mm-hmm. Dus dat is echt een hele goede verbetering voor mij. Oké, dus lawaai minder en ook uitstoot minder, hè? Want er is helemaal geen uitstoot. Ja, dat ook nog eens. Ja, ja. Alleen de ja, ja. Nou ja, ja, dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Het is een hele mooie stap naar de elektrische voertuigen. Precies, daar moeten we moeten we samenleving naartoe. Alleen hoor ik nu wel mensen wat mopperen dat er steeds meer bussen rijden. Dat de frequentie is opgevoerd. Ja, nou ja, ik moet heel eerlijk zijn dat ik het nog niet echt heb gemerkt. Nee, okay. Ook niet omdat ze zo stil zijn eigenlijk in principe. Precies, maar ja. Ik hoor ze niet meer nu ik hier binnen. Al bij al een verbetering voor de omgeving en je eigen leefgenot, zeg maar. Ja, eigenlijk wel. Ik zie eigenlijk alleen maar positieve kanten eraan. Oké, bedankt voor de reactie. Ja, daar komt de stille bus aan. Kijk eens aan.